Welkom, u kijkt naar West Business van zondag 2 september. Dag dames en heren. Wat spontaan. Dag dames en heren, een bijzonder moment, want vandaag is dit de eerste aflevering van West Business op TV West. In dit programma iedere week het laatste nieuws over de regionale economie. Creatieve, innovatieve en opvallende bedrijven. En aan tafel gasten uit het bedrijfsleven en de politiek. Maar ondernemen is ook topsport voor topsporters, artiesten en wetenschappers. Dus ook daar aandacht voor. Drie gasten aan tafel in deze aflevering. Drie bijzondere gasten. En ik ga ze aan u voorstellen aan de hand van een stelling. Ik begin met onze staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra. Welkom, fijn dat u er bent. Uw stelling, premier Roemer is precies wat Nederland nu nodig heeft. Nee, absoluut niet, lijkt mij. Als je kijkt naar waar de SP voor staat en als je kijkt wat dat betekent voor onze economie, dan denk ik dat het laatste wat Nederland nodig heeft is premier Roemer. Het is een aardige man. Maar het wordt wel veel gezegd, hè? Maar hij is een heel mooi uithangbord voor een hele lelijke winkel. Maar vertel dan eens waarom dat zo slecht voor Nederland is. Nou, om maar een voorbeeld te nemen in deze regio te blijven. Als de SP aan de macht zou komen, en dan is het verschil met de VVD, dat een hele stad als Rotterdam aan werkloosheid erbij zal komen. Namelijk, bij de VVD komen er een kleine 300.000 banen bij, en bij de SP gaan ze eraf. Dus over een aantal jaren staan we in dit land er niet goed voor. En we willen juist sterker uit deze crisis komen. Ja, en dan moet je bij de verkiezingen goede keuzes maken. En dan lijkt me de SP geen goede keuze. Nou, later daar vast nog wel meer over. Over wat dan wel de goede keuze is. En waarom de VVD wel goed is voor het land. Sietske de Groot, jij bent roeister. Je hebt meegedaan aan de Olympische Spelen. Je hebt brons gewonnen. Je medaille ligt hier op tafel. Ja. Kan je hem even laten zien? Kan ik hem ook even vasthouden? Ja, want dat is natuurlijk altijd wat ik wel even wil. Ja, precies. Hoe werkt dat nou? Als je elke ochtend opstaat, hou je hem dan even vast? Of kijk je dan even naar? Nee, er zijn wel redelijk wat gelegenheden waar ik hem mee naartoe moet nemen. Dus dan hou je hem natuurlijk even vast om hem mee te nemen. Maar ja, ik heb zoveel herinneringen. Daar hoef ik niet per se iedere dag voor naar de medaille te kijken. En thuis ligt hij dan in een kluis? Of nee, hij ligt onder het matras? Dat moet ik natuurlijk niet zeggen op tv waar hij ligt. Nee. Dat vertel je even na de uitzending. In een laadje. Jouw stelling, meedoen aan de Spelen loont alleen als je ook met een plak thuis komt. Ja, daar ben ik helemaal niet mee eens. Nee? Nee, het is heel erg leuk om met een plak thuis te komen, maar het is zoveel meer dan dat, zeg maar. Ten eerste is het een onwijs mooie ervaring om daar te zijn en om daar mee te mogen doen. Ja. En om onderdeel te zijn van zo'n groot evenement. En ten tweede is het ook een enorm lang traject hoe je daar naartoe werkt. En dat traject is eigenlijk net zoveel waard als die medaille zelf, zeg maar. Maar in dat traject, als je er naartoe werkt, dan werk je toch wel degelijk met in je achterhoofd, we gaan een plak halen, zeker, of niet? Ja, zeker. Ja. Maar ja, kijk, wij hebben de afgelopen 4 jaar in dat traject gedacht aan een gouden medaille. En dat heb ik niet gehaald. Dus dan zou ik op dit moment niet blij kunnen zijn. Dus hier zit eigenlijk een heel teleurgestelde sporter aan tafel. Ja, en toch is dat niet zo. Nee, zo zie je er ook niet uit. Nee, het is gewoon een ontzettend mooie, intensieve periode. En dat kun je alleen maar doen als je echt voor medailles gaat en dat inderdaad als doel stelt. Dat doet ook iedereen, zeg maar. Er is er niet eentje die meedoet die niet voor een medaille meedoet, zeg maar. En het is een gigantische teleurstelling als dat niet lukt. Want iedereen hoopt erop, maar En het is een ontzettend leuk iets als het wel lukt. Ja. Maar stel, ik was vierde geworden. Dan had ik nog steeds zo'n ontzettend mooie 4 jaar gehad. Met die meiden en zoveel internationale wedstrijden kunnen doen. En ik wil zo meteen daar nog veel meer over horen. Ook over de aanloop naar de Olympische Spelen. En natuurlijk hoe je de Spelen beleefd hebt. En volgens mij zit je nog heel erg na te genieten. Onze derde gast wil ik ook even aan de kijker voorstellen. Muriel Muyres, welkom. Ondernemer. Ook wel bitterballenkoning genoemd, gaan we het zo meteen over hebben. Uw stelling, ondernemen in Nederland is inmiddels door alle regelgeving funest geworden. Ja, die vraag ik ben nu 32, dus toen ik 17 was, 15 jaar geleden, werd die vraag natuurlijk ook al heel veel gesteld met betrekking tot bureaucratie. Dus ik denk dat daar niks veranderd is in Nederland. Nee, de bureaucratie is niet toegenomen, zegt u.
hetzelfde vervelend geweest, hetzelfde tegenwerkend als dat die 15 jaar geleden was. En ondervindt u veel tegenwerking? Dat is nou, wat vraag. Ik veel interessanter vind op dit moment is wat er met Nederland gebeurt. Die bureaucratie, daar hebben we nou eenmaal mee te doen. Ja. Dat gaan ze voorlopig niet veranderen. Maar ik denk dat die crisis die op dit moment afspeelt, terwijl die dus overkomelijk is, ik denk dat die veel meer invloed heeft op het ondernemerschap op dit moment. Ja, maar daar gaan we natuurlijk vanmiddag in deze uitzending een eind aan maken, want we hebben een staatssecretaris. Precies. Die ook in het campagneteam van de VVD zit en die gaat met ons de crisis oplossen. Maar dat doen we zo meteen. Nou, ik dacht voor elkaar krijg deze middag dan. Het is een eerste aflevering, dus misschien een aanzet. Straks gaan we ook van u allen horen wat u opgevallen is in het nieuws van de afgelopen week. Maar nu eerst ons eigen West Business nieuws van de afgelopen week in 90 seconden. De krant Den Haag Centraal is ter ziele. Een doorstart naar het faillissement wordt onderzocht. Maar daarvoor moet dan wel iemand met €350.000 over de brug komen. De kosten van de Rotterdamse baan reizen de pan uit. Dat blijkt uit onderzoek naar de weg tussen de A4 en de Haagse binnenstad. De Rotterdamse baan gaat nu €672 miljoen kosten. Dat is 141 miljoen meer dan in 2006 nog werd gedacht. Ondernemers in Zuid-Holland zien het economisch steeds somberder in. Vooral in de regio's Leiden, Alphen aan de Rijn en Zoetermeer blijkt uit onderzoek. Alleen bedrijven in Delft en in de Duin- en Bollenstreek zijn nog een beetje positief. Boosheid in Stompwijk over de komst van een recreatief knooppunt in een dorp. Bij de Driemanspolder moeten parkeerplaatsen, een restaurant en een speeltuin komen om te recreëren. Omwonenden in Stompwijk voelen zich overvallen. Studenten durven zich dit jaar niet opnieuw in te schrijven. Ze zijn anders bang dat ze een boete krijgen als ze te lang over hun studie doen. Universiteiten en hogescholen in Zuid-Holland hebben minder herinschrijvingen dan anders. Ja, meneer Zijlstra, er zijn minder inschrijvingen door studenten op hogescholen en universiteiten. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Dat wordt er in verband gebracht met die langstudeerboete. Maar eerst even, wat is u opgevallen in het nieuws van de afgelopen week? Nou, voor mij was het meest opvallende nieuws natuurlijk het CPB, het Centraal Planbureau rapport. Waarin alle verkiezingsprogramma's met elkaar werden vergeleken. Ja. En daar kwam denk ik wel heel helder naar voren van welke keuzes liggen ervoor. Het verkiezingsprogramma van de VVD komt er heel goed uit. Elke partij heeft over zijn eigen pijnpunten en zijn eigen pluspunten. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Ja, want is het niet gewoon zo dat het is maar net waar je naar kijkt. Hè? Elke partij Zeker. Kan zich ergens op profileren. En elke partij heeft ook een minpunt, zeg maar, Zeker. Volgens het CPB. Bedoel, keuzes zijn nooit alleen maar plus. Nee. Ik bedoel, bij de VVD hebben we ervoor gekozen van je komt alleen maar uit de crisis. Als je zorgt dat mensen bijvoorbeeld aan het werk gaan, dat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen. Daarvoor maken we bijvoorbeeld de verschillen tussen mensen die werken. En mensen die in een uitkering zitten, die inkomensverschillen maken we groter. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld de loonbelasting te verlagen. Dat is een keuze. Ja. Dat doen andere partijen weer anders. Ja. Daar zie je dan bijvoorbeeld dat men misschien in koopkracht net iets beter scoort. Maar hoe sociaal is dat als je de inkomens eigenlijk deniveleert? Nou, het is heel sociaal om mensen uit een uitkering te halen. En op dit moment is het in Nederland nog steeds zo dat het in veel gevallen, als je bijvoorbeeld uit een bijstandsuitkering komt, met alle toeslagen die erbij zitten, maar dat je gewoon minder gaat verdienen. Dat is een hele interessante conclusie die u onmiddellijk trekt. U zegt namelijk, door de inkomens te denivelleren gaan we mensen uit de uitkering door halen. Door werk meer te belonen. En dat is waar het om gaat. Het is natuurlijk geen aanbeveling als je gaat werken en dan je een inkomen op achteruit gaat. Dus, en de beste manier om mensen te socialiseren, om ze vol in de maatschappij te laten meedraaien, is niet door ze thuis te houden met een hoge uitkering, maar is ze aan het werk te krijgen. Dat ze hun eigen geld verdienen, hun contacten opdoen, zich verder verrijken, niet alleen geldelijk, maar vooral ook sociaal. En dat vinden wij de manier naar de toekomst toe. Dat is ook de manier waarop mensen zelfstandigheid echt hebben. Maar dat is een keuze. Ja. Dat betekent dus dat je geld wat je daaraan uitgeeft niet aan andere dingen kunt uitgeven. En dat blijkt uit zo'n programma. Kortom, u bent tevreden met de doorrekening van de CPB voor het VVD-programma? Ik ben heel tevreden ermee. We kwamen er nogmaals heel goed uit. Ja. Ik denk wat ook goed is dat je heel helder de verschillen tussen de partijen ziet. En dan heeft de kiezer ook echt wat te kiezen op 12 september. Nou, dat is mooi. Muriel Muyres. Wat was uw nieuws van de afgelopen week? Mijn nieuws van afgelopen week is dat de SP een daling heeft gemaakt in de peilingen en omhoog. Nu ik in Londen ben, volg ik het Nederlandse politieke nieuws niet zoveel. Alhoewel het me heel erg interesseert. Ja. Maar ik heb dus een fluctuatie gezien bij de SP. En ik
Waar ik dus van sta te kijken, dat is dat het dus nog steeds het nieuws, politieke nieuws wordt bepaald door de peilingen, hele heftige peilingen. Terwijl eigenlijk de afgelopen 10 jaar op politiek vlak in Nederland niemand is opgestaan die met een heldere oplossingen kwam en een toekomstperspectief voor iedereen. Maar zegt u daarmee eigenlijk, die peilingen, daar moeten we ons niet zoveel van aantrekken? Het gaat veel meer over sowieso. Standpunten? Kijk, ik vind het, aan anderzijds vind ik het natuurlijk, het is op zich amusement als je die politieke partijen met elkaar ziet vechten om de peilingen, terwijl ze het niet over daadwerkelijke oplossingen of toekomstperspectieven hebben. Dus wat dat betreft is het, heeft een bepaalde amusementswaarde. Maar voor mij heeft het politiek geen enkele invloed. Ik wil iemand zien op tv die komt vertellen hoe we over 2 jaar bijstaan. En in ieder geval iets heel anders als waar we nu in zitten. Want ik denk dat er niet zoveel van klopt op dit moment. Dat is interessant. Nou, daar komen we zo meteen vast nog wel over door te praten. Sietske de Groot. Het nieuws bijgehouden de afgelopen week. Wat is u opgevallen in het nieuws? Ja, het is inderdaad voornamelijk verkiezingsnieuws. Ja. Het viel me best wel op dat er heel veel berichten zijn van politici die elkaar verwijten dat de ander liegt. En, dus één groot kibbelende toestand eigenlijk. Inderdaad. Ja. Iedereen lijkt te liegen, maar dat iedereen verwijt het elkaar. Dus het is ook niet meer echt slecht als iemand over je zegt dat je liegt, want wordt over iedereen gezegd. En hoe komt dat op u over? Ja, ik vind het gewoon heel raar dat dat een onderwerp is. Eigenlijk zou dat überhaupt geen onderwerp moeten zijn. En wat ik ook grappig vind, is dat er nu die stembreker is. Mm. En eigenlijk vind ik dat een heel erg interessant idee. Want er is geen partij die precies aansluit bij een persoon, zeg maar. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk een beetje dat aan het uitzoeken, hoe dat precies werkt en of ik dat wil, zeg maar. Want ja, het zou wel heel mooi zijn als je daardoor je stem zo kan verdelen dat je de meerdere partijen waar je het deels mee eens bent, zeg maar, iets kan geven. Ja, en waar zou het vooral over moeten gaan? In de inhoudelijke dingen. Ja, en op dit moment is dat de crisis gewoon. De crisis. Want dat is het grootste probleem. Hoe we de crisis oplossen. Ja, dat is ons grootste probleem. En dat is denk ik wat iedereen het meeste aangaat. En wat ook het gevoeligst ligt, zeg maar, in alle verkiezingsprogramma's. Ja. Dus, ja. Bent u het daarmee eens, meneer Zijlstra? Ik zat van de week naar een lijsttrekkersdebat te kijken. Ik heb heel veel dingen gezegd, dus het ligt eraan wat ik zat van de week naar een lijsttrekkersdebat te kijken en dan ging het volgens mij een kwartier lang over een scootmobiel. Ja. Hier wordt gezegd, het moet veel meer gaan over hoe wordt het crisis eigenlijk opgelost. Ja, ik vind de debatten zelf qua vormgeving niet echt uitnodigen om heel prettig naar te kijken. Nee. Dat vinden de deelnemers zelf ook. Het moet allemaal veel te snel in een korte tijd. Dan moet er een onderwerp in als de complexiteit van de zorg, wat in 5 minuten even er doorheen gejakkerd. En ik denk als je echt een goed politiek debat wil hebben waar ook voor de kijkers duidelijk wordt wat de verschillen tussen partijen zijn, dan moet je ook de tijd voor nemen. Dan moet je ook de partijen meer tijd geven, de lijsttrekkers, om uit te leggen hoe zit het precies, hoe verhoudt het zich dat tot een ander. En wat je krijgt met van die korte, snelle items, is een paar steekwoorden. Maar daarmee zegt u eigenlijk, het is de schuld van de media. De media die wil alles in one-liners en in 1 minuut. Dat is ook weer te eenvoudig. Ik bedoel, we doen er ook zelf weer aan mee. Ja. Dat is overigens een van de redenen waarom we als VVD bij heel veel debatten hebben gezegd, daar gaan we helemaal niet naartoe. Wat is het criterium daarbij? Een van de criteria was dat de opzet dusdanig is dat je nooit je boodschap kwijt kunt. En het is een crisis als degene die we nu hebben, is ontzettend ingewikkeld. Dus er is ook niet een oplossing. Ik snap best dat u zegt van, ik wil weten hoe het er over 2 jaar voor staat. Nou, neem van mij aan, er is geen partij die dat weet en dat kan zeggen. Het enige wat je kunt aangeven is, wat is je analyse? Waar zitten de grote fouten? Nou, even heel simpel gezegd, kom je toch in een paar one-liners terecht. We hebben voornamelijk een schuldencrisis. Ja. En een schuldencrisis los je niet op door nog meer schulden te gaan maken. Nee, oké. En het is ook duidelijk wat de VVD daarin wil. Ik wil daar even op reageren. Want kijk, het gaat er niet om wie er met een oplossing komt of wie de schuldig is. Het enige wat ik zeker weet is dat zodra deze crisis over is, want die gaat altijd over, er komt ook weer een periode van succes en welvaart en voorspoed. Geen van de mensen die dan met ideeën komen en de politiek aansturen, om het zo maar te zeggen, is op dit moment vertegenwoordigd. Ik bedoel, wat ik vooral zie in Nederland, en het is ook buiten Nederland, dus verder in Europa, het zijn mensen die vertegenwoordigen een oudere vorm van politiek bedrijven. En dat is ook dat ze nu allemaal in de clinch liggen, omdat ze eigenlijk zelf niet met een oplossing of perspectief, wat nog veel belangrijker is, perspectief. En om op de heer Zijlstra in te haken, inderdaad, het is een schuldencrisis. Maar er is geen enkele partij die dus een halt toeroept aan het maken van schulden.
Kijk, ik snap wel dat... Ik denk dat er geen enkele partij in Nederland is die een halt toeroept aan het maken van schulden. Worden dus nog iedere dag neemt de Nederlandse staatsschuld dramatisch toe. Maar dat is nou precies waar deze verkiezingen over gaan. Okay, maar gaan ja, dat klopt. Maar dat is dan dus voor het eerst sinds 30 jaar. En dit systeem, dit schulden maken, dus een maatschappij bouwen op een berg van schulden, dat is al meer dan 20 jaar geleden ingezet. 30 jaar geleden. Maar dus, ik wil eigenlijk zo meteen... Dus de mensen die nu... Ik ga u nu toch onderbreken. Want ik wil zo meteen dan van meneer Zijlstra horen waarom hij denkt dat er wel degelijk oplossingen nu zijn voor de schuldencrisis. Van Sietske de Groot gaan we horen of ze nog nageniet van haar avontuur in Londen tijdens de Olympische Spelen. En van u, meneer Muyrens, waarom de Britten onze bitterballen wel zien zitten. Maar nu eerst een kijkje achter de muren van een interessant bedrijf. Een bedrijf met de naam Chef in the Box. Een nieuwe onderneming van een aantal jonge, enthousiaste Hagenaars die vinden dat de markt van thuisbezorgmaaltijden toe is aan een gezond alternatief. Je bent een hardwerkende ondernemer of loonslaaf. Altijd druk, druk, druk. Targets, deadlines. En het zijn lange dagen. En voor je het weet, is het etenstijd. Maar is het werk nog niet gedaan? Wat dan? Toch maar weer een pizza, broodje shawarma of een andere ongezonde snack. Maar er is hoop voor de maag van de hard overwerkende Nederlander. Chef in a Box. Een initiatief van een stel Haagse ondernemers. We hebben van velen ondervonden dat er geen gezondere alternatieven in de markt waren voor een maaltijd, een bezorgmaaltijd. En daar heeft Chef in the Box een oplossing voor gecreëerd. Alles wordt bereid met verse producten. Dus dat houdt in dat de vis vers van de gaat gesneden wordt, geportioneerd en daarna bereid. We hebben bijvoorbeeld een gerecht, dat is zalm. Daar zit een risotto bij van zongedroogde tomaten basilicum, wat chalot. En die wordt geserveerd met een koriandersaus. Maar ja, wat onderscheidt Chef in a Box nou van andere bedrijven waar je ook gewoon een maaltijd kunt bestellen? Twee dingen, service en kwaliteit. Kwaliteit omdat we samenwerken met Chef Cox, die onze kwaliteit kunnen waarborgen. En service omdat wij onze boxen zijn voorzien, onze maaltijden zijn voorzien van alle gemakken. Ze zijn bij Chef in a Box nu 3 maanden bezig, maar ambitie is er. Over 5 jaar willen wij in elke randstad kunnen bezorgen. Dus ze willen snel groeien, heel snel groeien. En dat kunnen ze doordat ze werken met partners in andere steden die de maaltijden rondbrengen. En uiteindelijk draait het allemaal om die overwerkende klanten. Die zijn blij met het gezonde voer. Hard gewerkt vandaag, eet smakelijk. Ja, een mooi voorbeeld van een bedrijf met jonge, gemotiveerde ondernemers. Ze zijn hier ook in de studio. Welkom. Jasvant, jullie zijn nu 3 maanden bezig, hoorde ik in de reportage net met het bedrijf Chef in the Box. Hoe loopt jullie business nu? Ja, goed. Ondanks de vakantieperiode die we nu gehad hebben, iedereen gaat op vakantie. Er werken weinig mensen in de vakantie, dus dat is een rustige periode. Maar we gaan een goede periode tegemoet. Herfst komt eraan, winter. Het is voor ons een goede tijd. En onlangs zitten we ook in Amsterdam, dus daar bezorgen we nu ook. Heel veel mensen zeggen, je bent wel gek als je in deze tijd van economische crisis gaat ondernemen. Wat vind jij ervan? Ben ik het niet mee eens. Gewoon doen. Gewoon doen. Oké. Bent u het daarmee eens, meneer Zijlstra? Zeker. Ja. Is het een moeilijke tijd om een bedrijf te gaan beginnen? Ja, je moet goed nadenken over... Maar dat moet in elke periode. Van wat wil ik met mijn bedrijf? En heb ik echt een gat in de markt te pakken? Ik denk dat het moeilijkste wat er nu is, is het krijgen van bedrijfskrediet. Ja. Banken zijn, in tegenstelling tot het verleden, veel kritischer op het verlenen van krediet. Ja. En dus is het ook moeilijker om op te starten. Maar uiteindelijk valt en staat het, dat was 10 jaar geleden zo en is nu zo, met een goed businessplan. Ja, een goed businessplan, maar dan moet je eigenlijk ook investeerders nu hebben of familiekapitaal. Even van je schoonvader geld lenen. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld zelf geïnvesteerd in beginnende bedrijfjes. Nou, in een groot aantal gevallen valt dat om. Ja. Dat is gewoon de situatie. In een aantal gevallen, dan is het bingo en dan heb je ook een geweldig rendement. En er zijn altijd mensen en altijd bedrijven en altijd banken die voor een goed idee te porren zijn. Oké. We hadden het al even over de campagne en de naderende verkiezingen. Er is natuurlijk veelvuldig aandacht voor in de media. U bent ook campagnelid. Bevalt dat? Ja, je zit er middenin. Een groot circus. Het is inderdaad wel een circus, ja. Maar het is ook wel leuk. Ik bedoel, wat is er leuk aan? Nou ja, kijk, je bent even uit die Haagse kaastolp.
Ja. Want dat is toch een beetje... Beetje saai. Je moet een beetje oppassen dat je in Den Haag niet heel snel met elkaar bezig bent. En vergeet dat er nog 16,5 miljoen andere Nederlanders zijn. Wacht even, dat is interessant wat u zegt. U zegt, in Den Haag zijn we vooral met elkaar bezig. Ja, dat dreigt natuurlijk altijd. Want als je de gemiddelde Kamerweek hebt... de Kamerleden discussiëren met bewindspersonen. Dat speelt zich allemaal af in de Tweede Kamer. En dan moet je oppassen dat je daar niet alleen maar mee bezig bent. In de voorbereiding, in de nabeschouwing. En voor je het weet... speelt het zich allemaal daar af. Ja. Dus naar buiten gaan, dat klinkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat is het vaak niet. Nou ja, vanzelfsprekend. Eigenlijk zegt hij van, de Haagse politiek is een beetje navelstaren en deze campagnetijd biedt mij de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Dat vind ik echt weer zo'n typische zeikopmerking, dat ik het maar gewoon zo zeggen. Het is met elk proces, of het nou een Olympische sporter is of iemand die met zijn bedrijf bezig is, je bent gefocust op die dingen die belangrijk zijn voor je beroep. Ja. En waar het om gaat, is dat je altijd je oog houdt voor de zaken eromheen. Ook als je roeier bent, moet je ook met de rest van de samenleving nog even je vrienden enzovoort contact houden, voor je het weet verwaterd. Dus hetzelfde geldt voor Den Haag. Ja. Het is hard werken voor Kamerleden, voor bewindslieden. Ik bedoel, die lopen echt niet de kantjes eraf. Maar dat brengt met zich mee dat het zich zoveel energie opslorpt, dat je dus inderdaad moet oppassen dat je andere dingen wegduwt. Ja. En het kern van een volksvertegenwoordiger is uiteindelijk dat hij het volk vertegenwoordigt. Ja. Dus dit contact is wel belangrijk. En dat heb je in een campagnetijd heel veel. En ik denk op 12 september is Nederland er ook wel weer klaar mee. En dan denken ze van, nou gaan jullie nou alsjeblieft weer over even... Over de orde van de dag. Ja. Muriel Muiders, u bent ondernemer. Wat moet de nieuwe regering doen om goed voor ondernemend Nederland te zijn? Nou, alles anders. Alles anders. dat is niet zo verstandig over. Nee, we zijn het tweede beste land ter wereld. Laten we misschien wel even kort toelichten wat anders. Ja, dat is natuurlijk een opmerking die ik voor de grap maak. Maar kunt u kort toelichten wat met name anders? Nou kijk, wat ik al eerder aangaf, de vraag wordt nog steeds gesteld van werkt de bureaucratie ons tegen? En ik denk dat dat zo is. Ik werk voornamelijk nu in Londen, als je dat vergelijkt in Londen. Ook Londen heeft bureaucratie, alleen als je in Londen een bedrijf begint, dan komt de bureaucratie daarna. In Nederland beginnen ze met bureaucratie, dus voordat je een winkel kan beginnen, dan moet je eerst langs het gemeentehuis en dan... ben je alweer een paar maanden verder en je hebt geld gespaard wat al aan het wegvloeien is. Ja. Dus wat dat betreft heeft Nederland nog wel wat in te halen wat betreft bureaucratie. Maar ik wil daar niet eens meer over praten, want het is 15 jaar geleden ook zo en er is niks veranderd. Dus dat is eigenlijk iets waarvan u zegt, dat gaat toch niet veranderen, die bureaucratie? Nee, wat ik veel belangrijker vind is dat er dus geen... Ik vind persoonlijk dat er geen geld meer weg mag vloeien wat eigenlijk de mensen zou moeten toekomen die dat zelf investeren in een economie. Dus alsjeblieft de overheid zoveel mogelijk zich terugtrekt uit het publieke domein, alleen maar het publieke domein faciliteert. En dan bedoel ik dus en de ondernemer en de consument. Ja. Behalve dat u lid bent van het campagneteam van de VVD, bent u natuurlijk ook staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U bent heel erg in het nieuws gekomen. We kunnen niet omheen over de langstudeerboete. Dat is mij ook opgevallen. Ja. Ja. Die langstudeerboete, langstudeerboete, dat is een mooi scrabblewoord. Kunt u in één zin uitleggen wat dat nou precies is? Nou, ten eerste, het is geen boete. Het is geen boete? Nee, een boete krijg je voor iets wat niet mag. En waar het hier om gaat is dat we zeggen, studenten, daar investeren we als maatschappij heel veel geld in. En als je een driejarige bacheloropleiding en een eenjarige master volgt, mag je over beide een jaar langer doen. En dan betaal je nog steeds gewoon een wettelijk collegegeld. Dat is zo'n kleine €1800 per jaar. En wat de langstudeermaatregel zegt, maar als je er nog langer over doet, dan vragen wij naast die grote bijdrage van de overheid dat je zelf ook meer gaat betalen. Dus dan gaat je collegegeld omhoog. En dat is €3000 per jaar. En dan komt €3000 dan bij. Ja. En waarom doen we dat? Omdat in deze financieel moeilijke tijden willen we toch investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Dat geld hebben we gewoon niet beschikbaar op de rijksbegroting. En dus hebben we gezegd, we vragen een hogere eigen bijdrage van studenten zelf, die we kunnen terug investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Sietske de Groot, volgens mij bent u ook studerend. Ja. Mm-hmm. Wat studeert u? Maritieme techniek. Maritieme techniek? Ja, in Delft. In Delft. Ja. Wat vindt u van de langstudeerboete? Ja, ik vind het jammer. Jammer? Heel raar. Nee, ja, wat ik er lastig aan vind, is een beetje dat er geen uitzonderingen gemaakt worden. Want de meeste langstudeerders doen er zo lang over, omdat ze er zoveel andere dingen bij doen. En het zijn uiteindelijk vaak de mensen die zich heel breed ontwikkeld hebben tijdens hun studie, die het verschoppen, zeg maar. Dat is met politici zo, maar dat is ook in het bedrijfsleven zo. Zeg maar... Vanuit het bedrijfsleven komt wel letterlijk dat mensen die veel dingen gedaan hebben bij het studeren, dat die het goed doen.
Ja. En dat ze die willen. Dus, mag ik eens een land spreken voor Olympische sporters zoals u? Ja, want die vind doordat ik ook dat die een uitzondering zou mogen zijn. Een uitzondering, meneer Zijlstra. Want dat zijn mensen die ons land vertegenwoordigen op een belangrijk sportevenement internationaal. Iedereen is er trots op. Ja. Inclusief Rutte, die zo gezellig met iedereen op de foto gaat. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar het is wel heel jammer. Een week later krijg je factuur in de bus met 3000 euro. Precies. Ja, precies. Eerst loopt Edith Schippers checks uit te delen. En daarna kun je ze weer teruggeven. Zou het niet heel redelijk zijn, meneer Zijlstra, als bijvoorbeeld sporters, Olympische sporters, die kunnen aantonen met een mooie bronzen plak dat ze hun tijd niet verknoeid hebben? Dat daarvoor... En als ze nou geen bronzen plak hebben gehad? Zegt u het maar. Nou ja, maar zie dat... Het... Nou, ook. Martina is toch ook een volksheld geworden? Kijk, iedereen wordt blij van hem. Ja, het, maar het is wel even om het scherp te stellen. Kijk, twee dingen. Het eerste is, we hadden net even bureaucratie dat voorbij kwam. We zijn in dit land geweldig in het... bouwen van uitzondering op uitzondering op uitzondering. En als je zo'n regel invoert en je wilt hem ook nog een beetje simpel handhaven, dan moet je niet heel veel uitzonderingen gaan inbouwen. Dan ga je naar de topsporters. Nee, maar dan gaan we dan naar de topsporters. Ja. Daar is overigens een regeling voor, want wij hebben een aantal miljoenen overgemaakt naar de hogescholen en universiteiten voor specifieke doelgroepen. Dat gaat om topsporters. Dat gaat anders. Ja, dat gaat om topsporters, dat gaat om zieken en gehandicapten. Nee, maar dat snap ik, hè? Maar nu is het zo... Maar laat me geen afmaken om uit te leggen. Nou ja, in wat één zin wat dat betekent is dat dan de instellingen de keuze moeten maken van... geven we het geld bijvoorbeeld voor een fonds voor topsporters of geven we het aan andere doelgroepen. Als we dat allemaal landelijk moeten gaan doen, dan maken we het alleen maar complex. En een tweede punt is, je hebt... 1 jaar extra voor je bachelor, 1 jaar extra voor je master. Dat is voor een aantal zaken. Daar kun je bestuurswerk voor doen, daar kun je voor topsport voor kiezen. Maar uiteindelijk moet je ook rekenen dat die overheid, dat de belastingbetaler, gewoon wel elk jaar voor jou gemiddeld zo'n 6.000 euro betaalt. Ja. En dan mag je ook van als overheid, vind ik, vragen aan studenten om voor te gaan. Het bedrijfsleven, ik ben zelf jaren werkgever geweest, vindt inderdaad studenten die iets naast hun studie doen vaak interessanter dan degene die alleen maar hebben gestudeerd. Maar dan is het ook vaak naast de studie, dus niet in plaats van. Ja. En je ziet te veel gevallen waar het niet een naast de studie is, maar een in plaats van de studie iets doen. Sietske de Groot, de factuur gaat toch komen, ben ik bang. Ja, ik denk van 3000 euro. Ja, maar weet je wat het daarmee is? Sommige dingen, kijk, een jaartje extra studeren om topsport te kunnen doen, daar heb je geen zak aan. Het zeg maar. Ja, precies. Het is echt een super intensieve voorbereiding die 4 jaar duurt. Mm-hmm. En ik heb daar geen moment spijt van. Ook als ik 4 jaar geleden had geweten dat er dan een langstudeerboete boven mijn hoofd hing, was ik er wel voor gegaan. Maar ik denk wel dat ik me dan het laatste 2 jaar uitgeschreven zou hebben. Mm-hmm. En daarom lijkt het een beetje gek om daar nu opeens mee te komen. En dat geldt voor heel veel mensen. Want nu wordt studeren opeens 3 keer zo duur. Ja. En ja, als je daar geen rekening mee hebt gehouden, hoe ga je er dan vanuit dat iedereen dat wel kan betalen? Oké, punt is gemaakt. Hij is gisteren ingegaan, 1 september. Ik ben ook benieuwd nog, want u bent ook staatssecretaris van Onderwijs, wat uw visie is op onderwijs en vooral alle bezuinigingen en innovatie daarin. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Want wij willen in dit programma veel aandacht besteden aan innovatie. Innovatie is een belangrijke motor van onze economie. Vernieuwen is belangrijk en onmisbaar voor iedere ondernemer. Maar wat wordt er in de regio zoal geïnnoveerd? Vandaag in West Business het bedrijf IZ Solutions. Dit Delfts bedrijf ontwierp een alternatief voor de ouderwetse ijswaterbad, waar topsporters gebruik van maken. Ik ben Tarek Gobar van IZ Solutions. En wij hebben die eerste opvouwbaar ijsbad voor topatleten ontworpen. We hebben op het idee gekomen binnen een vaak van de TU Delft. En daar zagen wij een gat in de markt voor high quality producten voor die ijsbadtherapie. Ijsbadtherapie is een echte bekende therapie voor topatleten. Het is belangrijk voor de herstel van de spieren. Maar het grootste probleem is er geen professionele producten voor ze. Dat is normaal gesproken is het gedaan, of met een kliko of met een opblaasbaar container. Eigenlijk bij geen enkele club waar ik heb gespeeld hadden ze geen ijsbaan eigenlijk. Niet bij Feyenoord, niet bij NAC, niet bij Groningen, ergens. Ik denk dat wel beter kan. Je moet alleen maar een kraan hebben en dan kan je beginnen met invullen. Natuurlijk moeten wij ijs hebben. Ik ga even testen of het werkt. Ja,
Ja, het zit goed. Dit is mobiel. Kijk, mijn trainingskampen, daar zijn mijn trainingskampen of uitwedstrijden en die hebben een lange terugreis. Als je dan 10 minuten kwartiertje hierin gaat zitten, ja, werkt het wel. Dit product is al in gebruik bij grote topclubs zoals Manchester United bijvoorbeeld, de Duitse Voetbalbond. Het was al in Londen, het stond met 3 verschillende Olympische Spelen. Maar de eerste was ook op Vancouver Olympische Spelen met Sven Kramer, die kampioen. En you're one of them. En Ali. Ja, prachtig, zo'n ijswaterbad. Sietske de Groot, spreekt het u aan? Maakt u er al gebruik van? Nee, we hebben ze niet gebruikt. Ik ken ze wel. Ja? Ja. Is het wel iets om te gaan gebruiken? Of? Ja, wie weet. Ja. Wat het er wel mee is, want ze stonden bijvoorbeeld in het Olympisch dorp, kon je daar gebruik van maken, omdat het iets is waarvan ze dan vinden dat iedereen daar toegang moet hebben. Maar je moet wel goed weten wat je doet, zeg maar, wat voor temperatuur het is en hoe lang je erin gaat zitten en na wat voor inspanning je, nou ja, er komt wel meer bij kijken dan gewoon lekker gaan zitten en wachten tot je weer uit kan ofzo. U had het net al even over de aanloop naar de Olympische Spelen. We hebben natuurlijk veel gezien tijdens de Olympische Spelen. Dat is volgens mij als leek vooral een periode van gewoon keihard trainen en focus, toch? Ja. Was daar leuk aan? Ja, het is gewoon heel erg leuk om zo intensief met een doel bezig te zijn. Ja. En alles wat je doet staat in het teken van dat doel. Ook wat je buiten de trainingen doet. Alles zorgt gewoon dat je daar beter wordt. Maar neem mij dan eens mee in een dag uit het leven van een topsporter die volgens mij niet anders dan op zo'n roeiapparaat zit. Ja, dat is vooral in de winter. Ja. Als er ijs ligt, dan wordt het lastig roeien. Ja. Maar dat is inderdaad taai af en toe. De winters zijn niet altijd even leuk. Maar ook daar kan je dan weer een soort van voldoening uithalen. Je hebt het wel gedaan. En soms moet je echt op je tandvlees nog het laatste stukje. Ja. Of je zit er gewoon wel eens echt doorheen. Maar als je daar dan weer uitkomt, dan voel je daarna wel van ja, hier ben ik wel sterker van geworden of zo. Dus ook dat is soort van leuk. Ik zag ook een filmpje volgens mij bij Mart Smeets over een ergometertest. En dan zie ik al jouw collega's uit de roeiboten, inclusief jouzelf, helemaal kapot gaan. Dat is volgens mij 6,5 minuut. En na 1 minuut ben je al helemaal in het rood, hoor ik je collega zeggen. Ja. Ja, leg me toch nog even uit, wat is daar dan leuk aan? Nee, dat is niet leuk. Nee. Daar is niks leuks aan. Nee, er is één leuk ding aan. Als je een nieuw PR hebt neergezet. Want het is namelijk gewoon het belangrijkste selectiecriterium voor wie er uiteindelijk in die boot terechtkomen. Zeg maar, je moet je zo voorstellen, je bent eigenlijk 3/4 van het jaar ben je met een hele grote groep. En nou ja, rond de 16, 17. Mm-hmm. En uiteindelijk komen er 8 in, zeg maar. En dat is gewoon een superbelangrijk meetmoment. En dat is gewoon ja, je fysieke, ja, gewoon een wedstrijd. Maar dan dat je meet hoeveel je precies getrapt hebt, zeg maar. Ja, ja. Ja, het is geen zak aan, maar als je het goed gedaan hebt, dan denk je daarna wel van ik sta er goed voor. Ja, ja. Okay. Even investering. Muriel Muiders, heeft u de Spelen een beetje gevolgd? Ja. Ja? Ja, daar ontkom je niet aan in Londen. Heeft u de vrouwen 8 ook gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Wat wel, met name? Ik heb voornamelijk Britse sporters gezien en de evenementen van Nederlanders die ik wist dat ze eraan zouden komen. Maar voornamelijk de Britten, omdat die daar werd het publiek mooi voor klaargestoomd op tv. Dus dat was gewoon heel leuk om dan ook echt die finales te zien. Ja. Ik heb zelf geen kaartje kunnen bemachtigen, want ik was daar denk ik te laat mee. Maar in Londen had je in heel veel parken hadden ze van die grote schermen en daar kwam al het publiek op af. Dus dat was denk ik vrijwel dus een identieke sfeer als iedereen die heeft meegemaakt op de Olympische Spelen. Dat was uniek. Inmiddels staan er heerlijke bitterballen op tafel en zijn ze ook uitgedeeld volgens mij aan het publiek hier. Er is een relatie tussen de bitterbal en u. U wordt ook wel de bitterballenkoning genoemd. Ja. Nou, vertel. Ja, dat is eigenlijk ook. Het is een toeval geweest dat ik met dit product ben begonnen in Engeland. Ik werkte hier in Den Haag in een restaurant en er kwamen Engelse vrienden van mij over. En die zaten het hele weekend alleen maar bitterballen te eten. Die aten niks anders. En toen zei ik eigenlijk voor de grap, kunnen we dat niet proberen in Engeland op de markt te brengen? En toen vroeg ik tegelijk, hebben jullie dat in Engeland? Nee, ik ken het niet. Toen zeiden ze, ja, doen. En toen heb ik eigenlijk. Ik ben nu 32 jaar, zoals ik eerder aangaf. En ik denk een ondernemer die staat altijd op een moment om iets te proberen. En dit was voor mij het moment om gewoon een keer te zeggen, nou, dan ga ik het ook gewoon doen ook. Dus ik ben met een doos naar Engeland gegaan en ik heb het geprobeerd. En, gewoon met een doos onder uw arm naar Engeland? Ja, ik ben met een vriend meegereden. 10 dozen heb ik hier bij een fabriek opgehaald. Gevraagd of ze dus voor mij een private label konden maken. Dat kon. En ik ben ze daar gaan uitdelen en de reacties waren fantastisch. En nu verkoop ik het door Londen. En inmiddels 2 andere bedrijven ook begonnen in Londen. Ja. En dan komt u daar in Engeland aan. Is het dan ook een kwestie van veel netwerken?
Ja, als je dus... Kijk, de Nederlands, er zitten veel Nederlanders in Londen. Dus dat is voor mij mooi meegenomen als ik aan die Nederlanders mijn bitterballen kan verkopen. Maar het is natuurlijk het belangrijkste om Engeland aan de bitterbal te krijgen. Want alleen maar daar de service bieden aan Nederlanders, dat is niet voldoende. Nee. Dus een netwerk is in die zin belangrijk. Maar kijk, je moet het toch zelf doen. Dus, En hoe loopt het nu? Ja, goed. Is Engeland al massaal aan de bitterbal? Nou, ik ben met twee grotere pubketens in gesprek momenteel. Die is verregaande interesse tonen in de producten. Maar die moeten dat dan weer een beetje afstemmen op hun markt. Dus we zijn aan het kijken hoe we aan hun vraag kunnen voldoen. Maar en voor mijn beeldvorming, hoe noemen de Britten een bitterbal? Ik laat het een beetje aan hun over, want ik blijf ze gewoon bitterballen noemen. Ik ga er niet omheen draaien, het zijn gewoon bitterballen. En dan vragen ze, ja, smaken ze bitter? Nee, omdat we het bij onze bitters hadden oorspronkelijk. En een bitter kennen ze wel. Dus, ja. Nou, u zei het al, netwerk is ook heel belangrijk. Een belangrijk aspect natuurlijk ook van onderneming en van uw markt uitbreiden. De laatste jaren is het een steeds belangrijker en meer geaccepteerd begrip geworden in de zakelijke wereld. Netwerken. Gewapend met je visitekaartjes, borrels en bijeenkomsten aflopen zou onmisbaar zijn voor elke ondernemer. Dus dat gaan wij van West Business ook doen. Elke week gaat onze Sam voor ons op onderzoek uit. De aankomende maanden ga ik op zoek naar de business events hier in de regio Haaglanden. Ik kijk er erg naar uit om bij jullie langs te komen, maar voor het zover is laten we eerst even kijken wat voor business events er zoal georganiseerd worden. Zo heb je bijvoorbeeld business events georganiseerd door de gemeente. Lekker netwerken op kosten van de lokale overheid. En natuurlijk altijd enthousiaste wethouders op de camera. Heel erg geweldig. Helemaal goed. En je hebt ook sportgerelateerde events waarbij wij als ondernemer andere mensen vragen om voor ons te sporten. Dat noemt men ook wel sponsoren. En kunst- en cultuur-events. Want juist nu de overheid bezuinigt op die kunst en cultuur, zijn wij ondernemers de reddende factor die het stukje creatief en abstract Nederland boven water houdt. En dan heb je ook nog de commerciële netwerkevents, georganiseerd door ondernemers. Dus dan moet je wel betalen voor je drankje. Dokken, betalen. Hoe dan ook, ik kom graag bij jullie langs om de actualiteiten te bespreken. Maar dan moet je je diner, gala, borrel of event nog wel even aanmelden. Hartstikke gezellig natuurlijk, zo'n netwerkborrel. Maar wat nou als er helemaal niets te netwerken valt? Bijvoorbeeld omdat je werkeloos thuis zit. De werkeloosheid stijgt nog steeds, maar gelukkig zijn er ook nog vacatures. Wij bij West Business proberen onze bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt door werkzoekenden aan de slag te helpen. Daarom elke week in dit programma de rubriek Vraag en Aanbod. In de studio bij ons een werkgever die een vraag heeft en een werknemer die zichzelf aanbiedt. Irene van Genderen is bij ons in de studio. Zij is eigenaresse, directrice van het gelijknamige installatie- en beveiligingsbedrijf. Irene, jullie zijn op zoek naar nieuw personeel. Ja, klopt. Wat voor personeel zoek je? Wij als Haagse installatiebedrijf zijn naastig op zoek naar elektro- en beveiligingsmonteurs die onze klanten optimaal van dienst kan zijn. En als jij denkt van nou, ik ben de juiste persoon als je nu kijkt, aarzel dan niet en stuur je cv naar TV West en dan komt het bij ons. Oké, nou, dat hopen dat snel gebeurt. Naast jou, of naast u, zit een werkzoekende, Bart Wander, bij ons in de studio. Hij wil zo snel mogelijk aan de slag. Nou Bart, dit is natuurlijk de kans om alle werkgevers enthousiast te maken. Vertel. Ik ben dus inderdaad Bart Wander. Ik ben jarenlang bedrijfsleider geweest van de grootste boekhandel in Rijswijk. Dat bedrijf is helaas vorig jaar failliet gegaan. Ik ben 6 jaar geleden ernstig ziek geweest, maar die strijd heb ik gewonnen. Dus ik ben 100% fit weer. Ik ben zeer gemotiveerd om aan de gang te gaan, eventueel als bedrijfsleider weer, maar eventueel ook als coach voor jeugdige werknemers, omdat ik heb gemerkt dat jeugdige werknemers vaak nog niet weten hoe ze werken moeten. Ze weten niet hoe ze werken moeten? Nee, ze komen van school of en dan zijn ze nog niet bekend met de materie. En dat heb ik vroeger zelf als coach, zeker bedrijfsleider, ook gemerkt. Ze weten het nog niet. Ja. En ik denk dat ik daar heel sterk in ben, want ik ben gisteren jarig geweest, 47 jaar geworden. Dus ik loop al een tijdje mee, maar ik wil graag nog 20 jaar of langer eventueel. Dat ligt een beetje aan deze staatssecretaris of een andere. Of nog langer mee. Ik vermoed langer. Ja, ik hoop het ook. Ja, dat is best een applausje waard. Dankjewel.
Irene van Ginderen en Bart Wander. Laten we hopen, Bart, dat je snel een geschikte baan vindt. En Irene, dat je snel een geschikt personeel vindt. Ja, kom ik weer even terug bij u, meneer Zijlstra. Hoe gaat de VVD ons zo snel mogelijk uit de werkeloosheid en de crisis helpen? Nou, door te zorgen dat we onze staatsfinanciën onder controle krijgen. Maar ook tegelijk gericht investeren in de economie. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. Dat doen we op het gebied van innovatie, wat het kernthema van uw programma is. Ja. En daarmee ook weer nieuwe bedrijvigheid stimuleren. En dat levert bij ons dus heel veel nieuwe banen op naar de toekomst toe. En dat is ook nodig, want ik gaf aan het begin van het programma al aan dat de beste manier om mensen vooruit te helpen is door ze in een baan te krijgen, dat ze het sociale netwerk opbouwen wat daarbij hoort. En dat is bij onze partij denk ik goed voor elkaar. Overigens, zou het dan ook goed zijn? Mag ik nog één ding zeggen? Die bitterballen zijn heerlijk, heel goed. Ja, maar ja, heel goed. Gelukkig hebben we deze in Nederland kunnen houden, maar de rest gaat natuurlijk wel naar Engeland. Ja, dat is helemaal goed, want Nederland is, en dat is misschien ook wel aansluitend bij de vorige vraag, is een exportland. Ja. Dus wij hebben er enorm veel belang bij dat die eurocrisis onder controle komt. Dat ook in de zuidelijke Europese landen de boel onder controle gebracht wordt. Ja. Het zijn belangrijke landen waar we heel veel producten naar exporteren. Dus simpel zeggen van gooi ze uit de EU of dat soort zaken, dat is onzin. Want we verdienen er veel geld aan. Daarom zijn wij ook bereid om die zuidelijke landen financieel bij te staan. Dat ze noodleningen krijgen om de komende jaren te overbruggen. Maar op de lange termijn zal men daar economisch moeten hervormen. Want we kunnen niet dragen als land dat we continu geld overmaken. Want dat zou het einde zijn, denk ik, van de Europese Unie. Dan wordt het een bodemloze put en dat willen we niet met z'n allen. U heeft het over het weer stimuleren van de economie. Moet ik toch nog even terug naar het onderwijs. Ik las van de week in het FD drastische bezuinigingen. Ook in het voortgezet onderwijs. Tekorten werd er aangegeven door de voorzitter van de VO-raad, Sjaak Slachter. Hoe gaat u zorgen dat het onderwijs ook niet alleen maar een kaalslag wordt de komende jaren? Nou, eerst kon ik die berichten niet helemaal rijmen, eerlijk gezegd. Want in deze regeerperiode is het onderwijs is niet op bezuinigd. Dus is omgebogen. Er zijn, net als de langstudeermaatregel waar we net over hadden, dat is geld wat terug is geïnvesteerd in het hoger onderwijs in dit geval. En dat geldt ook voor het voortgezet onderwijs. Dus er is netto niet een min. En maar ik geloof dat de reserves helemaal opgebruikt zijn, dat er nu zelfs tekorten zijn. Ja, maar dat zijn. Is een hele andere problematiek. Ja. Kijk, niet in ieder geval als VVD investeren wij, maar niet alleen als VVD hoor. Er zijn gelukkig heel veel partijen die hebben gezegd, we willen de komende jaren investeren in het onderwijs. Dat is belangrijk. Als je kijkt naar die reserveproblematiek, dan waren er heel veel scholen die hadden een enorme reserve op de bank staan. En hadden dan bijvoorbeeld grotere klassen dan noodzakelijk. En daarvan is in het verleden al door vorige kabinetten gezegd, gebruik dat geld nou gewoon voor onderwijs, want daar is het voor bedoeld. En niet om rente te trekken op een bank. En dat is bij sommige scholen, zijn daar iets te enthousiast mee omgegaan, zal ik maar zeggen. En die hebben in plaats van de reserve dreigen die inmiddels in de min terechtgekomen. Nou, en daar moet goed de vinger aan de pols gehouden worden, dat niet gebeurt. Maar op zich, dat in het verleden gezegd is, dat geld moet aan onderwijs besteed worden, daar ben ik het zeer mee eens. Nou, dat is mooi. En als ze dan van school afkomen, dan moeten ze vooral arbeidsethos worden bijgebracht door Bart Wander. Overigens, we zijn heel erg voorstander hier bij West Business om vraag en aanbod om werkgevers in contact te brengen met werknemers. Wilt u ook een keer in onze studio een oproep doen als werkgever op zoek naar personeel? Of bent u juist op zoek naar een baan? Of biedt u misschien Bart een baan aan? Dan kunt u het ook laten weten via westbusiness@omroepwest.nl. westbusiness@omroepwest.nl. Dat moest ik nog even zeggen. Tot slot nog even, want we zijn alweer aan het eind van deze eerste aflevering van West Business. Sietske, ja. Zo meteen ben je afgestudeerd. Is het wat om dan maar gelijk de eerste minister van sport te worden? Nee, ik denk niet dat het zo gaat. Nee? Daarbij zit ik ook eigenlijk, ben ik nu bezig een andere kant op te gaan, zeg maar. En welke kant is dat? Nou, ik studeer dus maritieme techniek. Ja. Dus, mijn vrouw ook. Ah? En die is gedeputeerde van deze provincie, dus you never know. Een politieke carrière dus ligt nog in het verschiet. Dus waarschijnlijk niet gelijk gaan doen. Maar waar denk je aan? Is dat dan nodig voor je? Ik weet het even niet. Nee. Ja, weet je, ik doe eigenlijk altijd gewoon waar ik op dat moment zin in heb. Ja. En nou ja, dat is wel een tijdje dus roeien geweest. En nu heb ik alweer zin om ook wel meer te studeren. En misschien ga ik wel ergens afstuderen. En misschien is dat dan wel een hele leuke stage. Nou, en misschien wil ik wel blijven. Ja, ik weet het niet zo goed. Muriel Muiders, hoeveel bitterballen zijn er aan het eind van het jaar verkocht in Engeland? Ja, ik hoop dat we binnenkort containers kunnen gaan sturen. Containers, dus miljoenen, miljarden. Ik hoop het, ja. Daar werken we voor, ja. En Halbe Zijlstra, hoeveel zetels gaat de VVD halen?
op 12 september? Ik hoop dat we er 35 halen. En 35, ik hoop, noteer ik even. Dat mag. En mogen er ook meer worden overigens. Ja. En ik denk dat dat ook belangrijk is om ook snel vervolgens met partijen die echt willen bouwen aan de toekomst van Nederland tot een kabinet te komen wat hopelijk een keer erin uitziet. Want we hebben behoefte in dit land aan een duidelijke koers, aan stabiliteit en geen gedoe. Dat is een mooi eindwoord. Ik mag u uitnodigen om nog een bitterbal te nemen. Dit was het alweer, de allereerste West Business hier op TV West. Een programma wat aandacht besteedt aan topsport, innovatie, politiek en vooral natuurlijk aan ondernemen. Ik wil mijn gasten heel graag bedanken. Halbe Zijlstra, Sietske de Groot en Muriel Muiris. En natuurlijk ook iedereen hier in de studio aanwezig bij deze eerste aflevering. Ik hoop dat u genoten hebt van dit programma. En u als kijker natuurlijk bedankt voor het kijken. Meer over het programma vindt u op onze website westbusiness@omroepwest.nl. Daar staat trouwens ook de West Business app. Die kunt u downloaden op de mobiele telefoon of op de iPad. Mag ik u vragen om er niet helemaal weg te zappen, want we hebben aan het eind nog een hele leuke uitsmijter. Tot ziens, tot volgende week. Bedankt. Dag. Ja, komt ie. De aankomende maanden, de aankom... Hoe dan ook, ik kom graag bij jullie langs. Ik kom graag. Ik kijk er erg naar uit om bij jullie langs te komen. Maar, wat was... Oh ja, borrel, gala, of diner, of event. Moet je gala, of diner, of event. Borrel, diner, borrel, gala, of event. Wat is er eigenlijk allemaal? En natuurlijk, altijd enthousiaste wethouders op de camera. Heel erg geweldig. Helemaal goed. Dit is toch wel een van de mooiste avonden van het jaar. En dat vieren we vandaag.